Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een super leuke video, want ik ben echt super enthousiast, want ik kan eindelijk al mijn Black Friday pakketten gaan unboxen. Ze liggen hier al anderhalve week of zo. Ik was aan het wachten totdat alles binnen was en dan pas kon ik de video gaan maken. Ik heb nou een week gewacht. Helaas zijn twee pakketten nog niet binnen. Maar ik ga echt niet nog een week wachten. Want dan komt de video echt veel te laat. Twee pakketten die ik nog niet heb gehad zijn van de H&M en van Colourpop. Die twee zijn allebei pas net verstuurd. Dus ja, als ik ga wachten op die, dan komt de video pas over twee weken of zo online. En dat is echt too much. En zoals je kunt zien heb ik echt meer dan genoeg besteld voor de video. Ik ben echt helemaal hem gegaan. De hele week lang heb ik gewoon van alles besteld. Alles wat in de actie is. Ik heb ook heel veel mystery boxen. Iemand had mij gedm'd van hey Saar. Ik heb gezien dat er nou heel veel van die black boxen, mystery boxen zijn. En door haar heb ik ze dus opgezocht en allemaal besteld. Ik heb voor een aantal pakketten echt gewoon mijn wekker gezet. Om 12 uur s'nachts en om 3 uur s'nachts. Want toen pas kwamen ze online en ik wilde ze echt absoluut hebben. Dus ik ben gewoon wakker geworden om ze te bestellen. Dus mensen, ik ben er weer helemaal voor gegaan. En ja, ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal heb besteld. En ik ben echt super benieuwd, want bijvoorbeeld alle mystery boxen heb ik dus geen idee wat erin zit. En ik heb er echt volgens mij 4 of 3 of zo. I'm not sure, maar een aantal. Dus echt mensen, I cannot wait. Genoeg gepraat. Ik ga gewoon beginnen met het unboxen. Ik wil wel even erbij vermelden voor de mensen die echt denken van what the f, heb je zoveel geld besteed aan dit? Het is wel mijn baan. Video's maken, make-up, het is mijn baan. Dus ik zou alle make-up toch moeten hebben en zo. En in plaats van de volle map te moeten betalen altijd, kost het mij een stuk minder door het gewoon allemaal in Black Friday te halen. Dus dat is ook mijn reason erachter. Oké, let's begin. Oh, by the way, mijn kwastlijn Sarah Marie Cosmetics deed ook mee aan Black Friday. En iedereen die heeft besteld, ik wens iedereen super veel plezier met alle kwasten. Oké, let's begin. Ik ga beginnen met deze hier in de hoek. Dit zijn 3 pakketten van Kylie Cosmetics. Ik heb dus vooral make-up, maar ik heb ook kleding, schoenen en haren dingen. Dus, maar het is vooral make-up. Ik heb nog werkelijk geen enkel make-up product van Kylie Cosmetics. En ze had dus 1 dag worldwide free shipping. Dus wij kunnen nooit bij haar bestellen, want dan moeten we douane en zo betalen. Maar als dus een website zo'n actie heeft, als je gewoon bestelt elk pakket onder de 23 euro of 22 euro, dan hoef je geen douane te betalen. Dus vandaar dat ik het heb in 3 boxen, want ik moest steeds onder de 20 euro blijven. Onder de 22 euro blijven. Dus dat heb ik gedaan. Ik kon helaas geen paletten en zo doen, want ja, die zijn allemaal meer dan 23 euro. 22 euro. Ik weet even niet meer precies uit mijn hoofd. Ik ga beginnen met de eerste. Oeh, ik ben helemaal excited. Kylie Cosmetics. In box 1. Oh, super cute. Is zij niet echt absurd knap? En hierachter staat een tekstje. Thank you, bla 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 bla. En het is alsof zij het echt heeft geschreven. Maar dit is gewoon gekopieerd, natuurlijk. Maar ik vind dit wel heel cute. In deze is maar 1 ding. En dat is een Kylie Matte Liquid Lipstick. Ik heb hem in de kleur Candy K. Dit was 1 van haar eerste lipkleuren. En ja, ik moest wel een matte lipstick doen. Want ja, ik moet die gewoon proberen. Want daar is zij bekend om. Oeh. Ik vind de kleur echt prachtig. Zo nude. Ik moet hem even swatchen. Heel mooi. Echt een nude. Als je by the way vandaag iets ziet waarvan je denkt, hey, ik wil hier een video over zien, let me know beneden in de comments. Maar ik ga de make-up sowieso wel gebruiken in video's en zo. Nummer 2. Hierin zit een lipgloss. Ik heb ook haar gloss besteld in de kleur Oh You Fancy. Oh mooi. Kijk, een beetje zo nude met glitters. Ook even swatchen. Kijk hoe mooi. Ik had dus die gedaan als een match. Want dan kon ik zo die op die doen. Heel mooi dit. En dan de laatste box. Hierin zit... Wat heb ik besteld? Oh, een blush. Ik heb ook een blush besteld. Want ik had gezien dat de haar blushes vindt iedereen echt super goed. Dus die heb ik besteld in de kleur We Are Going Shopping. Ook heel benieuwd naar blush. Wauw, het is een beetje een peachy kleur. Ik hou van peachy, dat een beetje oranje-achtige. Dat vind ik altijd heel mooi als blush en hij is gewoon mat.
Ja, je kunt hem niet echt zien. Want ja, het is een blush. Nou, dit is dus wat ik heb besteld. 3 producten. We gaan verder. Ik heb hier een bestelling van My Hair Shop. Dat is de webshop waar ik altijd alles bestel voor mijn haar. Ik heb normaal krullen, maar ik heb het nou even stijl. En ik volg de Curly Girl Method. En ik dacht, daar is nu sale, dus ik ga dit ook inslaan. Wat ik altijd gebruik is de Curlada Conditioner. En ik zag hier 2, die zijn allebei nieuw. En dit is een leave-in conditioner en een shampoo. Dus deze 2 heb ik besteld, want deze zijn allemaal best wel duur. Echt 11 euro per stuk en zo. En ik stond in de douche en alles was bijna op. En ik dacht, hey, is het niet Black Friday? En hun hadden ook actie, dus top. Hier hebben we onze eerste mystery box van de Make-up Spot. Hun hadden voor 50 euro een mystery box. En ik dacht, ik ben super benieuwd wat hierin zit. Dus let's open it. Mensen, mystery boxen verwacht nooit te veel. Want ze gaan echt niet hun beste make-up erin doen. Mystery boxen zijn vaak een beetje teleurstellend, maar je hebt wel veel make-up voor een minder dure prijs. Ooh. Jeffree Star Liquid Lipstick in de kleur Triggered. Dit is een beetje een bruinige kleur of zo. Even openen. Oh wow, dit is een beetje een glanzende kleur. Zoals ik al zei, in mystery boxen gaat vaak alles wat niet echt goed verkoopt. En dit is een beetje een aparte kleur, dus ik snap dat hij hierin zit. Oh, hij is donkerpaars. Dat vind ik op zich wel echt heel mooi. Wauw. Oké, hier ben ik wel echt happy mee. Oh mijn god, dit vind ik wel echt heel leuk. We hebben ook de Mini Breaker Palette van Jeffree Star. Oh my god, oké, dat vind ik wel echt heel leuk. Kijk hoe cute. Kijk deze kleuren. Paars vooral. Oh wauw, dit paletje ga ik zeker te weten gebruiken. Oeh, daar ben ik wel echt heel blij mee, jongens. Is ook leuke matchy met de lipstick. Een masker. Random, ik weet niet echt van wat. Oh, dit is een onder eye maskertje. Oké. God, ik moet alles er zo uithalen. Oh my god. Het is hier weer een bende, jongens. We hebben meer. We hebben een crème. Wat voor crème is dit? Handcrème. Oké, dat had ik niet per se gehoeven. We hebben een kwastje. Ook die hoef ik persoonlijk niet. Maar alles wat ik niet hoef, gaat in winacties. We hebben een lipscrub. Of niet? Oh nee, een lippalmpje is dit. Oké, die gebruik ik wel vaak. Dus dat vind ik wel handig. En we hebben nog een lippenbalmpje. Waarom doe je 2 lippenbalmpjes erin? Dat vind ik wel een beetje dom. Oh, nog 1 ding. Van Pixi hebben wij een glossy lipstick. Dat vind ik wel leuk. En nou is hij helemaal leeg. Oh mensen, dit is zo'n bende. Nou, ik vind de box oprecht best wel gewoon leuk. Ik bedoel van, ik ben hier happy mee. Ik ben hier happy mee. Hiermee vind ik ook leuk. De lippenballen vind ik ook fijn. Maskertjes ook. Dus op zich vind ik het waard. Ik ben gewoon content. Next one, Easy Paris. Hier heb ik volgens mij maar 1 ding besteld, als het goed is. Ik heb echt een hele doos voor 1 ding. En ik heb weer cadeauverpakking, want zo ben ik. Ik had hier besteld. Hoe moet die open, jongens? Letterlijk maar 1 paar wimpers van Queen Tarsi, haar Jasmine wimpers. Deze zijn super mooi en heftig. En dit zijn echt mijn fave, dus ik heb die weer even besteld. Die waren ook in de sale. Next one is Beauty Bay. Beauty Bay is een Engelse make-up website. En ik heb hier volgens mij, ja, ik heb make-up besteld voor een bepaalde video. Ja, ik ga het dus even. Dit is dus allemaal make-up van Miss Lynn. Miss Lynn is te koop bij Kruidvat. En ik had een aantal comments gehad of ik Miss Lynn make-up wilde proberen. En toen ik dus zag op hun website dat alles in de actie was, heb ik een aantal Miss Lynn producten besteld. Ik heb nog nooit iets van hun gehad. Dus hiermee ga ik een video maken die helemaal gaat over alle Miss Lynn make-up. Het is ook een vrij betaalbare brand. Dus dat is ideaal. Dus abonneer vooral op mijn kanaal om die video binnenkort te zien. Dan heb ik hier 2 pakketten van Douglas. Ik heb er dus 2 besteld. Ik weet niet waarom.
Daar was ook actie. Ze hadden allemaal 20% sale, 40% sale, allemaal die onzin. Dus ik heb weer kennelijk van alles besteld. Maar ik weet god niet meer wat ik heb besteld. Dus ik ben net zo benieuwd als jullie. Wat is dit? Wat in hemelsnaam is dit? Ik heb een envelop gehad of zo. Dit is gewoon allemaal reclame en zo. Oh, ik dacht helemaal, oh, hier zit iets in waar ik wat aan heb. Oh ja, ik weet wat het allemaal is. Ik heb van Too Faced besteld hun hangover primer, volgens mij is dit. Ja, face primer. Want ik heb die in het klein en ik vond hem altijd zo fijn. Nou heb ik hem ook in het groot. Kijk, hier is hij in het klein. En nou heb ik ook de grote. Ik heb ook van MAC een concealer besteld. Dit is de 24 Hour Smooth Wear Concealer in de kleur NC30. De kleur was echt een gok. Ik had echt geen idee. Dit is hem dan. Ik denk dat hij wel oké gaat zijn. Die ga ik ook uitproberen. En als laatste van Becca heb ik een mini versie van een highlighter. Die heb ik al ooit één keer besteld. Ik heb in de kleur Moonstone. Alleen toen ik hem openmaakte viel die gewoon kapot eruit. Dus ik hoop dat hij nou niet kapot is. Dit is hem in het klein dus. Ja, toen viel hij er gewoon zo uit. Maar dat is dus nou niet. De kleur is echt prachtig. Waarom heb ik hem in het klein besteld? Mijn poeders gaan echt nooit op. Dus het heeft dan niet echt nut om hem in het groot te doen. Want hij gaat niet op. Dus ik kan dan net zo goed een beetje geld besparen. Super cute. Dus ik heb deze drie dingen besteld. Dan heb ik ook nog dit grote pakket. Oeh, ik heb hier van NYX deze set. NYX had echt super veel van dit soort sets. En dat scheelt echt veel geld. Ik heb hier hun primer die ik al wel even wil, want die schijnt heel goed te zijn. Ik heb hier hun fixing spray, die is echt super fijn. Ik heb die al twee keer opgemaakt. En hun gloss, gewoon een clear gloss. En ik had ook bij iemand gezien dat die heel fijn is. Dus ik dacht, dan haal ik gewoon zo deze hele set. Ook van NYX Cosmetics heb ik hun Born to Glow Highlighter. Deze is ook nieuw, vond ik ook wel gewoon cute om te proberen. En ik heb van Anastasia Beverly Hills een wenkbrauw set met haar wenkbrauw potloodje en deze gel erbij. En dit was ook in een set, dus kostte me ook iets minder. Dus ook hier ben ik weer heel happy mee. Hier heb ik van Revolution een pakketje. Ik heb gewoon van hun Engeland website besteld. Je kunt daar gewoon makkelijk bestellen. En ik heb volgens mij skincare besteld, als ik het mij goed herinner. Zo ziet hij eruit. En wat heb ik weer gedaan? Ik heb gedaan alsof het een cadeautje was. Dus hier staat nou mijn naam. En dan staat eronder voor mezelf. Nummer 1. Oh, hier was de actie. 3 halen, 2 betalen. Dus ik heb wat skincare van hun. Ik heb hier Revolution Rose Serum. Die wilde ik wel proberen. Dit is hem dan. Heel benieuwd hierna. En ik heb hier een maskertje van hun. Ben ik ook heel benieuwd naar. Dit is de Feed Your Face Mind Spy Face Mask of zoiets. En dan als laatste heb ik een beauty tool die iedereen al heeft, behalve ik. En dat is dit ding. Dit is dus zo'n ding dat rolt. En die was een beetje matchy met dit. Samen vond ik het wel cute, dus ik heb deze allebei gehaald. En dan hoefde ik dus één van de drie niet te betalen. Plus, vanaf een bepaald bedrag kreeg je er een oogschaduwpaletje bij. Dus die heb ik ook gehad. Even bekijken. Dit is dan het paletje. Ook heel erg mooi. Maar goed mensen, het is nou hier helemaal vol. Dan gaan we verder met kleding van Naked Fashion. Even openscheuren. Ik weet ook echt begot niet meer wat ik hier heb besteld. Iets met glitter. Oh, een glitterbroek heb ik besteld. Oké, leuk. Die is gewoon helemaal strak tot onder. Die lijkt mij wel cute. En ik heb hier een witte top. Oh ja, ik had die in het wit en in het zwart besteld. Dit is zo'n witte top in maat M. En die heeft dan zo 1 mouw en 1 geen mouw. En die heb ik ook besteld in het zwart. Deze is ook in maat M. Alleen deze heeft een andere stof. Deze is iets meer dikker. En die was ook iets van 5 euro of zo meer.
En dat was het dan. Dan heb ik hier een heel leuk pakketje van DHL. En dit is Huda Beauty. Want zij had op haar website ook echt een mega actie. Echt alles wat zoveel afgeprijsd. Zo extreem. Dat ik gewoon heb besteld van haar website. En als je vanuit daar bestelt, dat betekent douane. En ja hoor, ik heb 40 euro moeten betalen aan douane. Maar goed, het was het waard. En ik heb best wel veel besteld ook. Kijk, Huda Beauty. Echte mensen en met actie. Ik bedoel dan ook echt actie. Echt paletten van echt 12 euro en zo. Ik dacht echt, oh my god, ook al moet ik dan douane betalen... Ik kom toch goedkoper uit. Dus ik heb het gewoon maar gedaan. Oké, ten eerste haar poeder. Die heb ik al 1 keer gehad. Hij is helemaal op. Hij is geweldig. Ik heb hem in de kleur Pound Cake. Volgens mij, als het goed is. Ja, Pound Cake. Deze poeder maakt zo mooi smooth. En hij dekt ook echt. Bijna geen enkele poeder. Nee, gewoon geen. Dekt zoveel als dat die doet. Dus deze vind ik echt geweldig. En ik heb paletjes van haar. Ik heb 2 kleine paletjes van haar Neon collectie. Dus ik heb er daar 2 van besteld. Je hebt er 3, maar ik vond 2 mooi. Ik zal ze wel even laten zien aan jullie. Dit is dus groen. Oh, kijk hoe mooi. Prachtige kleurtjes. En dan heb ik hier oranje. En je had ook nog, even denken, roze volgens mij. Alleen die sprak mij niet echt aan. Verpakking is echt geweldig. Oh wauw, die kleuren zijn ook echt prachtig. Love it. Dus deze 2 heb ik. En ik heb een gewone Obsessions paletje. Deze is dus rood. Ook die was er in veel kleuren, maar rood sprak mij het meeste aan. En kijk hoe mooi. Als je houdt van rood en dat soort onzin, dan vind je dit paletje ook echt geweldig. Super mooi. Dus ik heb deze 3 besteld. Deze zijn normaal 30 euro per stuk. En ik heb er nou echt like 11 euro per stuk of zo voor betaald. Ik heb een Huda Beauty matte liquid lipstick. Vond ik ook gewoon leuk in de kleur Venus. Super cute. En ik heb haar lipstick. Deze. In de kleur Staycation. Ik heb die al. Deze, echt precies deze. Maar in de hitte is hij dus helemaal kapot gegaan, gesmolten. En hij is gewoon echt een mes. En ik heb hem weer vastgemaakt met vuur, maar hij bleef gewoon echt mes. Dus ik heb hem gewoon opnieuw besteld. En ik vond die kleur echt geweldig, dus ik wilde hem gewoon echt weer opnieuw hebben. Dit is echt een van de mooiste nudes die er bestaan, jongens. Geweldig. Dus hier ben ik ook weer super blij mee. Oh my god. En dat was het dan. Dan heb ik hier nog een heel groot pakket van de Kruidvat. En hier zitten mystery boxen bij, dus super benieuwd. Oké, er was ook een 2 halen 1 betalen actie. Dus ik heb mijn oogmake-up remover besteld. Want die moet ik altijd hebben. Dus die heb ik even ingeslagen. Maar dat is niet wat iedereen wil zien. Ik heb hier 3 mystery boxen. Oh my god. We gaan ze even alle 3 bekijken. Eerste mystery box is van L'Oreal. Even openmaken. Hoe moet deze onzin weer open? Oké, we hebben hier een oogmake-up remover. Nou, ik had er dus net 2 gehaald. Nou, heb ik er 3. Vind ik altijd fijn, want die moet ik altijd hebben. Ik heb hun Glow paletje. Vind ik ook heel fijn om te hebben. I love Glow. Ik heb een oogschaduw paletje. Die hoef ik niet, dus die gaat in de winactie. Ik heb een prachtige rode nagellak. Ik gebruik die niet, want ik heb acryl. Dus ook deze gaat denk ik in de winactie. En ik heb hun mascara. Deze vind ik ook fijn om te hebben. En dat was het. Dat was de mystery box. Niet echt heel veel, maar oké. Ik weet ook niet echt wat ik nou had verwacht, maar oké. Oké, ik vond hem niet echt wauw. Dan heb ik hier een mystery box van... Heb ik nou 2 the same? They look the same. Maar ik had van... Essence en van Catrice. En ze waren ook allebei een andere prijs. Maar de boxen zijn echt identiek. Nou ja, we will see. Ik begin met deze box. Staat dus op Essence, Catrice, LOV. Dit is Essence. Wat hebben we hier? Oh, hier zit wel echt absurd veel in. En ik heb hier maar iets van 15 euro of zo voor betaald. Ik heb hier zo'n cleansing tool voor je kwasten. Je kunt zo hier op je kwasten schoonmaken. Ik heb een concealer paletje van Essence. Ik heb een schoonmaakproduct voor je kwasten. Dat is dus ideaal in combinatie. Ik heb een lipstick in de kleur 11. Prachtige nude kleur.
Wauw, deze vind ik heel mooi. Ik heb een mascara. Essence mascara staan altijd geweldig. Ik heb een nude nagellakje. Ik heb een handmoes. Wat is een handmoes? Oh, dit is gewoon een handcreme, maar dan als moes. Oké. Ik heb een oogschaduwpaletje die ik al heb. Dus deze gaat sowieso in winactie. Maar dit paletje is echt super mooi. Ik heb een lipstickpaletje. Handig dit. Met echt super veel kleuren erin. En ik heb een vel. En dat was het dan. Dit was Essence. Nou, je krijgt echt super veel. Dan hier de tweede. Als het goed is, is dit Catrice. Oké, godzijdank. Het is Catrice. Ik was eventjes bang. Ook weer heel veel. Ik heb van hun corrector paletje. We hebben hier een heel mooi bruin nude oogschaduw paletje. Hier zouden echt veel mensen echt happy mee zijn. Want dit is echt prachtig. Ik heb ook weer een lippaletje. Deze is ook heel erg mooi. Ik heb een lichtroze lip butter. Hun lip butters zijn echt fijn. De kleur is wel licht, maar misschien kan ik hem wel gebruiken. Oh ja, op zich. Het is gewoon echt een gloss. Dus die zou ik gewoon kunnen gebruiken. Ik heb hier hun Prime and Fine anti-fixing spray. Niet anti-fixing spray, gewoon fixing spray. Ik heb die ook gehad en ik vind hem best oké. Bruine nagellakje weer. En we hebben hier liquid highlighter. Dus ook weer toppie om te hebben. En dat was het. Oh nee, nee, er is meer. We hebben een mascara. En we hebben HD Active Primer. Ook handig om te hebben. Maar ik heb die al volgens mij. Dat was het. Oh mijn god, ik vond die twee echt, echt leuk. Ja. En dan, last but not least, Van Haren. En ja, ook hun hadden een actie. En ik heb bij hun sneakers besteld. 1 maat te groot, want mijn maat was uitverkocht. En ik wilde hem per se hebben. Het is dus een sneaker. En hij was normaal 40 euro en nu was hij maar 20 euro. Het is niet echt per se echt mijn ding. Maar ik dacht, ja, voor 20 euro, whatever. Dus ik heb die gewoon besteld. Ik vertel wel alvast, het is een hele aparte sneaker. Kijk dit. Is het niet echt te hilarisch? Ik vond hem echt best wel leuk. Alleen wel, ja, 1 maat te groot, maar whatever. Maakt niet per se uit. Dit is de andere schoen. En dat was het dan. Nou mensen, dit was al mijn Black Friday haul. Het is weer helemaal leeg achter mij. Ik vind het wel minder dat er nou 2 pakketten missen. Maar goed, daar konden we echt niet meer op wachten. Als ze binnen zijn, dan ga ik ze nog sowieso unboxen op mijn Instagram. Dus volg me ook daar als je die nog wilt zien. En in principe unbox ik altijd alles daar. Behalve wanneer ik zo heel veel heb. Dan maak ik echt een hele video ervan. Maar normaliter unbox ik gewoon altijd alles op mijn Instagram. Nou, ik hoop dat iedereen weer heeft genoten van de video. Ik ga alles zeker nog gebruiken in video's en dat soort dingen. Mocht jij nog iets willen zien, let me know. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!